De bewoners van woon- en zorgcentrum Humanitas kunnen het winkelcentrum Keizerslanden nog maar moeilijk bereiken. Ze lopen er nu heen op een fietspad, maar dat wordt binnenkort afgesloten door de gemeente. En daardoor moeten de bewoners langs de andere kant van de weg en meerdere keren oversteken. De 91-jarige bewoner Eef Gerritsen woont al 9 jaar in Humanitas en is niet blij met deze situatie. Dit is een slechte route. Heel slecht. Nee, er zijn zoveel gevaarlijke punten. En het is, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer dat je door verkeer moet. Ja. Zonder enige beveiliging. Nou ja, en we zijn nog niet bepaald jonge jongens die maar even rondrennen op een draffie. Dat gaat dan rustig bij ons. Twee ambtenaren van de gemeente kwamen de situatie bekijken, maar konden geen commentaar geven op de situatie. De bewoners hebben er weinig vertrouwen in dat het snel wordt opgelost. En ja, het is allemaal heel leuk gezegd van over een paar jaar is het wel rond. Maar gezien de totale situatie, daar gelooft niemand in. Nee.